I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night! Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Dutch Generation X, het beste Nederlandstalige wrestling kanaal op YouTube. Vandaag ben ik hier met Victor. Hoi Victor. Hallo. En we gaan het hebben over Elimination Chamber. Dit is onze preview ervan, dus hetzelfde als met Payback. We gaan het hebben over de matches die eraan gaan komen. We gaan een beetje voorspellen wie er gaan winnen, wat er gaat gebeuren, of we er zin in hebben, enzovoort, enzovoort. Victor, zeg maar even voordat we beginnen, wat is een beetje jouw enthousiasme level wat betreft deze show zondag? Ja, het zit toch wel redelijk hoog eerlijk gezegd. Ik ben wel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren en hoe ze, vooral de chamber matches. Ben ik voornamelijk naar de tag team, want ik wil eigenlijk weten hoe het gaat werken, zeg maar. Mm-hmm. En Cena Owens is mijn grootste enthousiasme voor, zeg maar. Ja, ik ben het met je eens. Op zich is er geen match waar ik per se moeite mee heb of zo. Ik mis wel wat dingen op deze show, bijvoorbeeld Roman Reigns, Randy Orton, Bray Wyatt. Waar zijn die allemaal? God mag het weten, ik snap het ook niet echt. Het is natuurlijk ook maar een network special. Ik bedoel, ze hoeven natuurlijk niet iedereen erop te zetten. Kijk, als het nou echt een pay-per-view was, is een ander verhaal natuurlijk. Ja. Goed, we gaan beginnen. Op de pre-show is Miz TV met Daniel Bryan als gast. Ik verwacht hier niks bijzonders verder. Volgens mij is hier niks echt over te vertellen. Ik denk het niet. Het zal wel gewoon zo'n injury update of zo, weet je wel. Het zal vaker gedaan. Waarschijnlijk. Of dat Daniel Bryan zegt wie denkt dat hij gaat winnen. Dat soort dingen. Ja. Oké, dat is dan dat. We beginnen met Neville tegen Bo Dallas. Ja. Ja, oké. Nou, het is duidelijk dat Neville gaat winnen in mijn ogen. Ik zie Bo Dallas absoluut niet hier winnen. Nee, ik vind het niet. Wel leuk, zeg maar, dat ze beide geschiedenis hebben in NXT. Dat hele gebeuren vind ik wel cool. Ik ben ook blij dat Bo Dallas iets te doen heeft. Ik snap alleen niet waarom Neville niet gewoon in die chamber zat. Dat is een raadsel voor mij. Verder, ik kijk niet per se naar deze match uit of zo. Nee, ik vind het leuk gedaan. Het is leuk om Neville zeg maar bezig te houden na zijn gedoe met Barrett. Mm-hmm. Ja, Dallas doet ook wat en ze kunnen leuke matches neerzetten met z'n tweeën. Dus dat verwacht ik en ik verwacht ook dat Neville wint. Eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Maar goed, het is de WWE, dus ja, het kan altijd anders worden. Het is bijna te logisch. Het is zo logisch dat Bo Dallas gewoon uiteindelijk wint. Ja, zo logisch is het. Ja, dat is gewoon swerve. Oké, we gaan naar de Divas match. Ja. Nikki Bella tegen Paige tegen Naomi. Ik moet zeggen, dit ziet er wel leuk uit. Zeg maar, met Divas is het vaak zo dat net een triple threat of een fatal four-way net vaak leuker is dan een singles match. Ja, het zijn alle drie wel chille diva's, moet ik zeggen. Het is ook een logisch match. Ik zeg het al het hele jaar, maar ik vind de diva's echt goed geboekt dit jaar. Als je kijkt naar hun storylines en zeg maar iedere pay-per-view match, vind ik logisch opgebouwd steeds. Ja. Maar verder, ja, wie gaat die winnen? Heb jij een idee? Ik denk dat Naomi hem wel zou kunnen pakken hier. Ik denk het ook. Ik denk dat het... dat zij Paige dan gaat winnen, eerlijk gezegd. Ja, en verwacht jij dan dat Naomi dan nog tegen Nikki gaat? Of dat ze dan voor Paige tegen Naomi gaan? Ik denk Paige Naomi. Ik denk het ook. Ik denk dat Nikki weer gaat wegvallen, zeg maar, een beetje. Op de, ja, dat is geen probleem. Daarachter, dus, dat is in principe niet zo heel erg, zeg maar. Hè, dus. Nee. En het is wat je zegt, het is gewoon logisch opgebouwd. Dus waarom zouden we hier een probleem mee hebben? Ja. Het is gewoon leuk gedaan en triple threats... kunnen heel leuk zijn voor Divas dus. Zo is dat. Ja, ik zie ook Naomi hier wel winnen. Ja, want dan kan ze winnen zonder de champion te pinnen. Makkelijk. Ja, en dan kun je altijd Nikki Bella nog terugbrengen wanneer de tijd rijp is. Exactly. Oké, we schieten lekker op. We hebben nog twee chamber matches en twee grotere matches. We beginnen bij John Cena tegen Kevin Owens. Och, dit is Dit is dus een non-title match. Kevin Owens is NXT champion, John Cena is United States champion. Ik dig echt de manier hoe ze dit hebben opgebouwd. Gewoon één zo'n confrontatie op Raw en verder Kevin Owens die Cena heeft gesloopt op willekeurige momenten. En ook die promo die ze hadden van ja, Kevin Owens die heeft zoiets van ja, Cena, je kunt wel zeggen dat je veteraan bent, maar ik doe dit al langer dan jij, ook al heb ik niet in de WWE ring gestaan nog.
Maar deze match intrigeert mij echt zo. Omdat het gewoon, ja, gaat Kevin Owens hier gewoon echt Cena verslaan? Ik denk het wel. Ik denk dat het absoluut de beste beslissing is die ze kunnen maken hier. Kevin Owens haalt er niet echt wat uit als hij hier verliest. Ik bedoel, het is ook nog non-title. Dus Cena kan gewoon prima verliezen hier. En dan gewoon verder gaan met die open challenges. Wat gewoon leuk is. En ik denk dat als Kevin Owens hier wint, kan hij gewoon verder gaan met de NXT Championship. Maar dan heeft hij wel een overwinning op Cena in zijn zak. Verder. Ja, dan kunnen ze misschien op SummerSlam weer een match hebben. I don't know. Het is mogelijk. Maar ik kijk hier ontzettend uit. Ik denk echt dat dit bijzonder kan worden. Ja, het is wat je zegt. Het is fantastisch opgebouwd. De promo was fantastisch toen Owens uitkwam. Dat vond ik echt mooi om te zien gewoon. En Cena reageert daar ook wel mooi op hoor. Vind ik dan wel weer. Dat is dan wel weer zijn kracht, zeg maar. Ja. Dat is zijn charisma gewoon, om goed op promo's te reageren. Dus dat is wel mooi. Maakte die voetstomp op de title alleen maar beter gewoon. Omdat Owens gewoon duidelijk maakt van, nou, jij kan wel leuk United States champion zijn, maar ik ben NXT champion. En je weet best dat NXT is gewoon beter dan de main roster is, een beetje natuurlijk. Ja. Ik denk van, hè, de hype rond NXT is ook groot. Dus het is wel slim om hem nu erheen te brengen, zeg maar. Ja. En het is op het feit dat als het voor de title was geweest, had ik wel wat meer twijfel gehad. Maar ik ben er eigenlijk gewoon 100% zeker van dat Owens gaat winnen. Ja, ik zie niet tenzij er iets gaat gebeuren op NXT, waardoor het nog kan gaan veranderen. Maar dat verwacht ik niet, eerlijk gezegd. Maar je weet nooit. NXT is vanavond, dus daar komen we wel achter. Voor de rest, ja. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik denk dat dit een soort van Owens sloopt Cena gevalletje gaat worden. Ja. Ik kijk ernaar uit. En dan kun je zo'n lekkere grote grudge match doen op de SummerSlam. Exactly. Waar Owens dan de United States champion wordt. Oké. Okay. Laten we een chamber match bijpakken. Tag Team Championship Elimination Chamber match. Ja. Dus het is de allereerste Tag Team Elimination Chamber match. We hebben de New Day. Dat zijn de champions tegen Primetime Players, Kalisto Sankara, Ascension, Matadoras en Cesaro en Tyson Kidd. Dit kan gigantisch vet worden. Ik verwacht alleen dat er snelle eliminations zijn. En dat alleen op het laatste je echt gewoon heel veel. Bijvoorbeeld bij de laatste twee teams, dat die echt een stuk langer gaan. Want ik denk als je echt drie teams al in zo'n chamber hebt zitten, allemaal, dat wordt al een chaos om te boeken. Probeer dat maar. Dat is onmogelijk bijna. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe ze dat zouden kunnen gaan doen. Dus ik verwacht snelle eliminations, zoals Los Matadors, Ascension, Primetime Players kun je er ook snel uitgooien. Dan hoop ik een beetje dat de Lucha Dragons, Cesaro Kid en The New Day als laatste overblijven. Ik verwacht ook eerlijk gezegd dat ze dat gaan doen. En dat kan gewoon grandioos vet worden. En ja, je hebt genoeg verschillende soorten wrestlers hierin. Je hebt gewoon powerhouses die ook altijd goed kunnen functioneren in zo'n Elimination Chamber. Maar je hebt ook de high flyers en dergelijke. Dus dit kan echt gigantisch vet worden. Ik hoop alleen niet dat het een te grote chaos wordt. En dat het onlogisch dan wordt. Omdat weet ik veel, van die gastjes dan 10 minuten buiten de ring liggen en dergelijke. Dus... Nee, ik hoop dat niet. Maar qua winnaar, het is of New Day of Cesaro en Tyson Kidd. Ik zie niet iemand anders het winnen. Ik ga hier voor New Day weer, om eerlijk te zijn. Ik denk dat ze alweer een trucje verzinnen om te winnen. Oké. Het is wat je zegt. Ik heb wel heel veel interesse, zeg maar, hierin. Mm-hmm. Ik ben ontzettend benieuwd hoe ze dit willen gaan doen. Niet zo dat ik per se zin heb in de match zelf, maar ik ben meer benieuwd naar hoe ze het in hemelsnaam gaan uitvoeren. Het is wat je zegt. Ik verwacht gewoon precies hetzelfde. Ik verwacht dat Primetime Players, Ascension en Los Matadoras de eerste drie eruit zijn. En stiekem hoop ik gewoon op nog 9-8 minuten gewoon de laatste drie. Daar kunnen zij gewoon een triple tag team match van maken met een chamber eromheen. Dat, precies, ja, dat kan alleen maar vet zijn. Ja. Daar zit ik niet mee. Ik verwacht dat ze zouden een kit gaan winnen. Okay. Aangezien Xavier Woods waarschijnlijk buiten de ring staat, dus dan wordt het wat lastiger om de Shield te zijn. Hij verzint maar wel daar wel. Zou je natuurlijk wat op kunnen verzinnen. Hij heeft niet voor niets een doctoraat. maar ik verwacht dat ze zou een keer hier winnen, zodat ze wat langer door kan gaan. Zeg maar, met die, maar als de New Day wint, dan kun je natuurlijk Lucha Dragons ook nog die kant op sturen. Dus
kan alle kanten op, maar ik verwacht eerder een seizoen. Oké, okay, nou, fair enough. Kan ik begrijpen. Okay. Maar ik heb er zin in. Ja, ik ook. En ook, ja, ontzettend benieuwd hoe ze het gaan doen, dus. Oké. Okay. De andere chamber is voor de Intercontinental Championship. We hebben, moet ik even kijken hoor. We hebben Rusev, Ziggler, Ryback, Bad News Barrett, Sheamus en R-Truth. Nou schijnt dat Rusev geblesseerd is misschien. Dus misschien, ja. Dus misschien is hij uit de chamber, dus moeten we even rekening mee houden. Ja. Ik zag hem sowieso niet winnen überhaupt, dus dat maakt niet zo uit. Ik ook niet. Ja goed, een chamber is altijd leuk en er zitten gasten in die er ervaring mee hebben, zoals Ziggler, Sheamus. En die, ja. Ja, die kunnen allemaal goede matches met elkaar neerzetten. Ik zeg maar, R-Truth valt een beetje buiten de boot hier, maar het is... ja, het zijn wel allemaal goede Intercontinental Championship contenders, zeg maar. Dus het is... Ja, het is een logische chamber. Het is een logische in dat opzicht. Tot R-Truth. Tot R-Truth, inderdaad. Die er op de poster ook zo lekker bij staat alsof hij erin gefotoshopt is. Exactly, ja. Jij zit er ook naar te kijken nu, ja. Ja. Maar dit kan... volgens mij, dit heeft wel kans om de match of the night te worden, in mijn ogen. Ik denk dat deze meer potentie heeft dan de Tag Team Chamber en Cena tegen Owens. Maar goed, we zullen zien natuurlijk. Ik denk dat qua hype de Cena Owens en de main event van de avond hoger staan. Maar dit kan nog wel eens de verrassing van worden. Ja, meer de sleeper match inderdaad. Ja, ja het, zeg maar de match waarvan je er niet verwacht. En denk je, ja. Oh shit, dat was toch eigenlijk best vet. Ja. Maar ja, dus hier zullen vast wel wat leuke momenten in zitten. Ja, wie er gaat winnen, ik ga nog steeds voor Sheamus. Ik denk dat ja. Het beste is wat ze kunnen doen met hem. Zeg maar, hij had natuurlijk... Wacht, won die nou van Ziggler op Payback? Ja. Ja, 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 precies. Dus ja, ze moet iets hebben om zeg maar, verder mee te gaan met Sheamus. Hij heeft zijn momentum mee nu. Ja goed, en Barrett hoeft niet te winnen, aangezien hij al King of Ring heeft gewonnen. Ryback. Wat ga je met Ryback doen als Intercontinental Champion? Ja, R-Truth is natuurlijk geen optie. Ziggler en Rusev zouden misschien nog kunnen dat die twee dan gaan feuden voor die title richting SummerSlam. Dat zou dan nog kunnen. Maar ik zie alsnog ja. Sheamus winnen en dan kun je... wie zet je dan tegen Sheamus eigenlijk? Ja, ik denk Ziggler niet. Nee. Ja, of Ziggler met Rusev erbij dan. Zouden ze dan voor Neville gaan? Oh, dat zou heel... Nou ja, het ligt eraan hoe ze dat gaan doen met Bo Dallas. Ja. Nou ja, als Bordellis bijvoorbeeld om de ontzettend logische wijze wint, ja, ja. Dan weet je gewoon dat ze dat nog een pre-show en nog een pre-show gaan overtrekken. Ja. Aan de andere kant, je hebt ook nog de Money in the Bank match, daar moeten ook nog 8 mensen in. Oh ja, goed, daar kun je nog gewoon Sheamus in zetten. Ja, dat klopt, ja. Ook. Probleem opgelost. Ja, alsnog verwacht ik ook dat Sheamus gaat winnen. Ja, Sheamus heeft nu... Echt zoiets waarvan ik denk van, die moet nu champion worden. Want ja. Dat kan gewoon en dat is prima en daar heb ik niks op tegen. Ik vind zijn karakter gewoon heel, heel vet en zijn haarstijl ook. Ja, goed. Je kan zeggen dat het stom uitziet, maar ik vind het echt heel goed. Ieder zijn ding. Ja, nou ja, niet dat ik het zelf zou doen. Nee. Maar het is gewoon goed voor zijn voor een heel, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. We gaan naar de main event. Lekker tempo. De WWE World Heavyweight Championship. Seth Rollins tegen Dean Ambrose. Ik ben blij dat ze deze feud weer even tot leven brengen. Na die een beetje anti-climax op Hell in a Cell. We weten allemaal dat dit een goede match wordt. Misschien wel geweldig. En dat weten we allemaal. Ik hoop alleen niet dat ze gaan overboeken met Reigns en Kane. Misschien Orton. Daar ben ik alleen een beetje bang voor. Daar ben ik ook bang voor. Maar... Ja, buiten dat heeft het alle potentie om een geweldige match te worden. En Rollins wint natuurlijk. Ik zie Ambrose absoluut niet winnen. Nee, nee, nee. Ik verwacht niet eens dat Rollins hem überhaupt verliest. Anytime soon, zeg maar. Nee, precies. Nee. Iedereen met een gezond verstand, die weet dat je opbouwt naar SummerSlam met Lesnar. Dus dan, ja. Maar props voor WWE dat ze hem toch wel weer steeds van die leuke main events weten te geven. Want ja, behalve dan met Orton op... Steel Cage, heb je nu alweer twee leuke main events achter elkaar, dus dat is heel leuk. Ja, en het blijft een intrigerende feud, zeg maar, tussen die twee. Ja, en het is gewoon prima, de bis. Prima hiermee, zeg maar, de manier waarop hij die match krijgt. En met het hele contract gebeuren in 2 weken tijd, vind ik dat het lekker sterk neer is gezet, zeg maar, als een... En voor de tijd die ze hadden, vind ik het leuk gedaan. Ja, goed, oké, ja. Het is natuurlijk dat je nu maar 2 Raws hebt, in plaats van misschien 4.
Anders hadden ze misschien wel verplaatst over vier walls natuurlijk. Ja, maar dat moet ik wel zeggen. Zeg maar, ben je klaar over deze match? Want ik wil er wel even iets Ja over hoor, zeggen. Dan. ga je gang. Ja. Het is op zich wel goed dat ze hier maar 2 weken opbouw voor hebben gehad, in principe. Want normaal gesproken bij WWE, als ze 4 weken krijgen, dan gaan ze alles herhalen. Dan gaan ze te veel doen. Dan gaan ze de matches gewoon op de weeklies doen. Dan ga je tag team matches maken en dergelijke. Dingen die je al 1000 keer hebt gezien. Maar in die 2 weken hebben ze gewoon echt dingen moeten verzinnen. En die hebben ze gewoon op 2 Raws en op 2 SmackDowns moeten doen. Dus het heeft ze meer geforceerd om echt na te denken over wat ze aan het doen zijn. In plaats van dingen te herhalen. Dus wat dat betreft ben ik blij dat deze show maar 2 weken opbouw heeft gehad. Het is natuurlijk belachelijk dat je maar 2 weken nodig hebt om een beetje een goede opbouw te krijgen voor een show. Maar dat is gewoon de status van WWE op het moment. Dat ze als ze 4 weken opbouw hebben naar een pay-per-view. Dat de opbouw uiteindelijk gewoon zo oververzadigd raakt. Omdat je alles al hebt gezien. Dus wat dat betreft is het wel cool dat je zo'n show hebt na 2 weken. Moet ik zeggen. Dus dat wou ik even. En het mooie daaraan ook is dat ze zometeen gewoon precies hetzelfde moeten gaan doen. Met Money in the Bank, want die komt ook over 2 weken ja, al. Nou, die kun je prima in 2 weken leuk opbouwen. Ja, nou, je hoeft maar een paar nummer contenders matches doen, leuke ja, eventueel, ja. In-ring segment met iedereen, weet ik het. Kies wat. En dan heb je gewoon een leuke Money in the Bank match met wat opbouw. Precies. Bij wijze van spreken, wat ze voor de rest gaan doen, kan mij het bouten. Dat kunnen ze net zo goed weer in 2 weken doen. Dat hebben ze nu al laten zien. Dus dan kun je dat straks ook weer doen. Nieuwe champions. Weet je, nieuwe contenders. Dus zat richting om op te gaan waarschijnlijk. Ja, zo is dat. Dus dat is wel, ziet er goed uit. Oké. Okay. Ja. Nou, dan hebben we alles gehad. Ja. Goed. Wij gaan deze show natuurlijk reviewen. Op maandag. Ja. Als het goed is. En dan zien we jullie dan. Bedankt Victor. Yes. Voor graag gedaan. Je aanwezigheid. Wordt zeer gewaardeerd altijd. Oh. Oké, goed. Toedeloe.